En vanaf maandag zullen de verkeersregels bij de rotonde van de Weidenbosbrug en het kruispunt van de Slangenhoutstraat en de van het Hoogruitstraat aangepast worden. Dat zegt de districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohamed Safiq Rajab. De burgervaarder heeft samen met de verkeerspolitie een oplossing bedacht voor het fileprobleem in Kommerwijnen. Hij vertelt hoe de situatie vanaf maandag zal zijn. Gisteren had ik weer een gesprek met inzake onze filevorming. We hebben alle disciplines weer bij elkaar gebracht. Dus per maandag zal er een nieuwe verkeerssituatie zijn op de rotonde van Kommerwijnen. Ik bedoel overkant van Paramaribo, waarmee de file eigenlijk niet zozeer gaat zijn. We hebben meer gevraagd naar rollend materiaal en meer manschappen van de politie. Wij gaan dan precies het voorbeeld nemen wat aan de William Campagnestraat zijn geplaatst. Ik bedoel die pionnen. En dat we gaan ook hier moeten doen. We gaan een pilot moeten draaien. En ik denk dat de burgers ook een beetje rust zal hebben om die file, ja, kan je zeggen, die file niet meer te hebben. De DC van Kommerwijnen, Mohamed Safiq Rajab. Vanaf maandag gelden er andere verkeersregels nabij de rotonde van de Weidenbosbrug en het kruispunt van de Slangenhoutstraat en de van het Hoogruisstraat. Dit is bedoeld om het fileprobleem in het district Kommerwijnen op te lossen.